Erik van Meijer, de vreugde is groot hier op het Lisp. Ja, het was een grote match. Hè. Ook veel volk sinds lang. Iedereen positief. We hebben die wedstrijd echt goed voorbereid. Donderdag na de wedstrijd op hotel gegaan. Namiddag getraind. Gisteren ook nog allemaal samen gegeten. Vandaag op hotel gegaan. Die recuperatie was heel, heel belangrijk. En vooral het tactische plannetje lukte perfect. Hè. Ja, je zei we gaan goed georganiseerd beginnen. Dat hebben jullie ook bij 0-0 gedaan. En dan snel gescoord. Dat was ideaal. Ja, weet je, we hadden veel sneller voor moeten staan ook, en we hadden die kansen kunnen uitdiepen in de eerste helft. Hè. De spelers die aan de bal mochten komen, die zijn ook aan de bal geweest bij hen. En zij die het verschil kunnen maken, zoals Hermans en Camus, die zijn niet aan de bal gekomen. Dus ik moet zeggen, ik ben heel verrast van mijn ploeg om zo tactisch toch wel vandaag een goede wedstrijd te spelen. Tactisch, maar ook fysiek, want ze hebben ongelooflijk veel gelopen, heel hoog vaak gestoord. Ja, ik denk dan vooral aan Benson en Masicke die van heel ver moesten komen, de Belder. Als je die snelheid hebt en het fysieke vermogen hebben we. Ik denk dat we al veel wedstrijden in de laatste minuten beslist hebben. En vandaag hebben we dat gehouden. Op een bepaald moment moeten we wel onder de druk van Antwerpen uitkomen. Ik wil niet negatief zijn, het had iets beter gekund, maar ja, laat ons even ervan genieten. Jullie hebben Antwerpen eigenlijk nauwelijks kansen laten creëren. Ja. Ja, omdat je goed met Vlemings kan je ver van het doel spelen. Hè. Je moet alleen oppassen voor veel centers. En, ja, mijn centraal duo hebben het weer fantastisch gedaan. Uiteindelijk heb ik nog een derde centraal verdediger bijgezet om geen enkel risico te pakken. Maar ik denk dat iedereen meer aan zijn job heeft gedaan vandaag. Jullie hebben een serieus kloofje nu met de nummer 3. Hè? Dat ziet er goed uit met nog 4 speeldagen te gaan in de eerste periode. Ja, je weet. Maar goed, elke wedstrijd is moeilijk. Hè. Nico, wij spelen volgende week tegen Union. Roeselaar moet nog tegen Cercle, tegen Antwerpen. Het zal misschien wel tot de laatste speeldag afhangen, maar we staan terug op kop. We mogen het niet meer afgeven, omdat we niet meer tegen ploegen spelen die in onze regio staan. Mag ik het omschrijven als een ongelukkige avond voor jullie, Fred? Ja, kijk, als je zo lamlendig aan de wedstrijd start, je speelt tegen een ploeg die in principe fysisch niet of atletisch niet boven je kan uitsteken. Maar als je dan duels verliest, het eerste kwartier 3/4 van de duels verlies je, dan... Dan vraag je om problemen. Dan herstel je een beetje het evenwicht. Het laatste kwartier van de eerste helft is voor u. Want desondanks mag je blij zijn dat je niet met 2-0 achter staat na een kwartier spelen. Dan heb je wel wat evenwicht en dan ben je de betere ploeg. Juist voor rust. Kan je misschien 1-1 maken, doe je niet. En dan moet je gaan pokeren en moet je gaan gokken. En we hebben wel wat stereotyp druk kunnen zetten. Maar zonder recht uitgespeelde kansen in de eerste beste counter met die penaltyfase worden we afgestraft. Dus ja, dan weet je dat de boeken toe zijn. Ja, het leek wel het plan van Liersen om jullie aan de bal te laten, ook bij 0-0. Eigenlijk hebben jullie daar met dat balbezit veel te weinig gedaan. Hè? Ze hebben dat bij ons thuis ook gedaan. Maar bij ons hadden we een zuivere balcirculatie. Vonden we de vrije man wel, vandaag vonden we die niet. Spelen we ook te traag, te loom. En plus als je dan in duel moet gaan en je hebt het. Je verliest wel tot daar aan toe, maar je hebt dan ook nog een keer de tweede bal niet. Dan krijg je zo'n wedstrijd. Wat me opviel, op een gegeven moment zeg je oké, via de flanken, dan krijg je toch eens diepgang met Limbombe. Komt er een bal voor doel, bijna een on-goal, maar dan heb je 1 man in de 16. En terwijl je met 5 aanvallers speelt. Zo, het waren er 2 buiten de 16. Maar wat mij vooral opviel, je brengt snelheid op je flanken. Je wil het spel zo breed mogelijk houden en alles gaat centraal, en allemaal centraal gaan lopen. Ja, ik kan het alleen maar aangeven. Hè. Dus, ik denk dat je gewoon vandaag tekort schiet tegen een gezond agressief Liersen. Ik kan niet zeggen dat we niet klaar waren voor die match, want dat is flauwekul. Maar we beginnen gewoon te slap. En als je te slap begint, heb je zo van die avond dat je niet kunt terugtrekken. En dat was vandaag zo'n avond. Voetbal is altijd weer opnieuw beginnen. Hè? Ja, dat moeten de spelers ook beseffen. Hè. Het is niet omdat je 1 of 2 goede prestaties of 2 keer winst hebt, dat je zomaar als Antwerpen over iedereen gaat lopen. Hè. Dat is vandaag nogmaals gebleken dat je elke dag terug in vraag moet stellen en dat je elke wedstrijd terug van nul moet beginnen.